En hallo mensen, tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Rodney, ik ben hier vandaag in een potje Nuketown Hardcore Domination. Ik ga je vandaag simpele trucs uitleggen om eigenlijk wat het inhoudt, hoe je een beetje kan, ja, laten we het camp noemen. Een soort van campen. Ik ga even iedereen muten. Huppatee, dit was ik veel te laat mee, maar dat maakt niet uit. Zo, hop, oh, ik mis een nuke dead. Wat ik ga proberen is gewoon... Het heeft een beetje een dingetje van. Het heeft een beetje te maken met inzoomen. Dat is sowieso een belangrijk dingetje. Want ik heb zelf laatst een video gezien. En mij beviel die wel. Ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. Dus vandaar dat ik ook zo'n video maak. En ik, het is gewoon belangrijk dat je veel inzoomt. Dat is belangrijk. Zet vooral trekker aan. Trekker is hier echt geweldig voornamelijk. En holy shit, campertjes aan de bovenkant. Oh, hartstikke welkom. Gezellig met facecam natuurlijk, hey. Ik kan even denken, hey, die kant, daar zit mijn face. Wow, shit. Er zitten meer campertjes in deze game, hoor. Hartstikke leuk. Ingezoomd blijven. Blijf ingezoomd. Blijf dan alle tijden ingezoomd. Tenzij je natuurlijk even heel snel wil sprinten, even wil vliegen. Dan zijn er natuurlijk uitzonderingen. Maar verder eigenlijk altijd wel ingezoomd. Oké, ik blijf hier. Ik ga naar boven. Bam. UAV inbound. Oké, blijf hier gezoomd. Ze spannen, ze hadden deze kant moeten spannen, dus je zou zeggen. Ja, zo dus. Ja, oh, kijk weer eens niet hoor. Ja, lekker bezig dat ding. In ieder geval, je moet proberen lekker veel in te zoomen, dat is lekker belangrijk, want het is met een boascoop is dat hartstikke perfect natuurlijk. Oh, dan ging er daar eentje dood, dan wachten we gewoon even tot hij hier komt. Hij komt niet van de vier? Oké, ze komen van die kant. Oké. Ah, campertjes. Oh, dit zou best wel mooi zijn als je dit in hard, als je dit in core zou doen, dan zou je kunnen zien. Hoe ze campen, dat is interessant voor de video. Oké. Ingezoomd blijven. Ze zijn altijd ingezoomd. Oh, en dat werkt niet, jongens. Oké, waar is die guy? We gaan even snel hier care packers neerzetten. Hup. Dat is ook belangrijk. Ook bij een care packers blijf je campen. Je gaat in een hoekje zitten. Je kijkt toch eens even om het hoekje. Het liefst niet, natuurlijk. Want straks zien ze je. Dan kunnen ze je en dan hebben ze je care packers. En natuurlijk omdat je UAV inzet. Krijg je gewoon die dubbele punt omdat hun jou kunt gebruiken. En HCXT is natuurlijk echt een kutding. We gaan wel even gebruiken zo. Oké. Snel dat ding gebruiken. Even wat vinden. Oh, een campertje hierboven. Fuck, ik miste hem. Oh, kut, ik zie helemaal niks. Nu zie ik niks. Oké. We gaan gewoon naar boven. We gaan gewoon rustig naar boven. Fucking hell. Dit is voor mijn neus worden gekild, hè? Godverdomme. Dat ben ik weer. Blijf campen. Ga campen. En campen. En ingezoomd. Blijf ingezoomd. Losing A. Oké, ik zie ze aan deze kant dus. Ze gaan van deze kant. Waarschijnlijk spannen ze ook weer hier. Niet? Oeh. Ja, ik zie er daar eentje. Fuck you! Oké. Oh shit, ik schrok me kapot man. Heel gekke hartverzakking. Yep. War machine. Maakt toch niet zoveel uit. Kan je ook nog altijd kills mee pakken als je dat leuk vindt. Nou, dan ging je het huis in natuurlijk, dat is altijd handig. Oké. Hé, ga verder. Je zoomt nog steeds in. Blijf inzoomen natuurlijk. Headshot, dankjewel, gratis. Ja, kijk, dan ben je de ronde. Holy shit, 15 op 6, dat is niet heel verkeerd. Dus dat is in ieder geval, het werkt heel mooi.
wat je die wil proberen. Dit is natuurlijk een beetje overdreven. Het zou overdreven zijn als ik alleen maar zou inzoomen. 24-7 bij zo'n spreken. Maar het gaat een beetje om het punt dat je daadwerkelijk heel veel inzoomt. Want ja, dat was gewoon een gratis headshot net. Maar het is belangrijk dat je gewoon... Het is belangrijk dat je gewoon even je punten pakt. En ja, mijn neus kriebelt, maakt niet uit. Ik ben een beetje verkouden. Het is belangrijk dat je de hele tijd gewoon een beetje ingezoomd blijft. Met een boascoop dat werkt dat echt perfect. En ik heb zelfs voor hardcore met een M8 gekozen. Dat werkt gewoon heel goed. Ik kan niet uitleggen waarom dat perfect werkt, maar... Je hebt gewoon, je hebt die vier kogeltjes die gewoon perfect werken. Oké. Okay. Care package. Oké, okay, ingezoomd. Soms heb ik even het idee dat ik word gevolgd, dat er iemand heel dichtbij staat. Dus dan ga ik even hier staan. Wat anders? Holy shit! Oh, op voor de morgen, op voor de morgen. Sorry jongen. We gaan weer campen. We campen hem weer heel hard, want we gaan hier natuurlijk zitten en wachten. En aangezien ik een UAV intik, kan ik het exact zien als er mensen aankomen. Ik zag er eentje voorbij lopen. Ik zag er eentje bij lopen. Maar die ga ik nu niet pakken, want ik wacht nu op mijn care package. Snel dat ding pakken voordat een dart. Bra. What the fuck, man? Ik heb hier de fuck verneukt en heb mijn dart. Ik heb daar misschien wel een hekel aan een dart, maar hoef ik het niet meteen te bevestigen. Het zijn gewoon gratis skills die je zou pakken. Ah! Oh, haalt me net niet eerder, Zonde. Oké. En ingezoomd. Even kijken. Hoppa. Even kijken. Oh god, ik stik tegen Stester in de zon. Oh shit, die had ik heel graag even willen zien. Ik kreeg toen dat een mooie kill was. Oh shit, godverdomme, wie doet dat? Vind ik echt gewoon vervelend eigenlijk. Oh kut, dat was een teammate. Oh fuck. Dat was een teammate, jongens. Oh! Ik hoor hem niet. Ah, zonder dit. Oké, ik weet niet wat er daar een aantal lopen. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Oh, en dan. Ah, ik wou. Ah, zonder dit, zonder dit. Oké, opletten. Kijk, daar is een teammate. Ah, zo close. Ah, zonde. Ik doe het echt veel te vaak. Ik moet het testen toch ergens voor gebruiken, denk ik dan. Weet je, je moet nog ergens voor gebruiken, vind ik. Ah, twee kerpetjes hadden. Oh, dan krijg ik van de kriebels gewoon, holy shit. Gewoon lopen hoor. Ah, godverdomme, het gaat niet lekker zo. Het gaat niet lekker zo, jongens. Ik kan nu verder niks zoals gebruiken. Gaan we even van hier. Oké. Who the fuck? Oh, jongens. Oh. Ik hoor een raid. Ik heb helemaal geen zin in een raid. Dus... Oh. What the fuck, jongen? Kom op. Ik ga niet zeggen dat ik helemaal negatief ga. Dan ga ik echt, dan word ik helemaal gek. Ah, kom op, ik. Oh, godverdomme. Nee, ik ga toch niet meer negatief. Holy shit, what the fuck? Nee. Oké. Holy shit, nou, dag goede scoren. In ieder geval, het is belangrijk dat je dus lekker ingezoomd blijft tussen de elkaar. Laat ook een beetje rond, daarna gaat die bam weer inzoomen. En, dus je had eigenlijk wat eerder mogen inzoomen, maar op zich een mooie kill. Ik geef het toe, was een prima kill.
In ieder geval, ik hoop dat jullie deze tips hebben gehad. Ik hoop dat jullie daar even een like voor willen doen. Als we de 5 op de 4 like kunnen halen, dat zou super tof zijn. Echt super tof. En holy shit, mijn neus gaat echt niet meer stoppen met kriebelen gewoon. Verschrikkelijk. Kijk, ik ben zelf 4e geworden. Maar waren ooit met 6 man had ik hier toch het idee. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten. Ik bedoel, een blauw duim of geniet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden. In de beschrijving staat dat ergens. Dat zeg ik altijd, maar ik heb het eigenlijk nooit gecheckt. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En zeg ik later, dag en doei. Ciao!